In deze video ga ik het hebben over de term bindingsenergie. En om bindingsenergie uit te kunnen leggen, heb ik ook de theorie nodig van twee eerdere filmpjes, namelijk die van massa-energierelatie en die van massa defect. Bindingsenergie is erg belangrijk, eh, omdat het niet alleen iets zegt over processen die op een hele kleine schaal gebeuren, maar ook iets over processen die gebeuren op hele grote schaal. En dan moet je denken aan het universum. Maar ik wil eerst beginnen met een voorbeeldje om uit te leggen wat nu precies bindingsenergie is. En het voorbeeldje is als volgt. Ik pak een, een lekker bekend atoom, dat is zuurstof 16. En we weten natuurlijk dat zuurstof 16 bestaat uit 8 protonen en 8 neutronen. En ik ga eens kijken of ik iets kan zeggen over de massa's van aan de ene kant een atoomkern van zuurstof 16 en aan de andere kant. 8 losse protonen en 8 losse neutronen. Nou dan moet ik natuurlijk weer gaan beginnen met tabel 25 van BINAS. Want daar kan ik opzoeken hoe zwaar een zuurstof 6-kern is. En iedereen die het vorige filmpje heeft gezien, die weet dat we nog niet klaar zijn als ik deze waarde opschrijf. Maar deze waarde staat in BINAS. De waarden die ook in BINAS te vinden zijn, zijn de massa's van 1 proton en van 1 neutron. Nou, die moet ik natuurlijk maal 8 doen, want ik heb 8 protonen en 8 neutronen in een zuurstofkern. En uh, ik kan die dus al meteen bij elkaar gaan optellen, want hoe zwaar zijn nu 8 protonen en 8 neutronen samen, uitgedrukt in U? Die zijn gelijk aan zoveel atomaire massa-eenheden. Nu wil ik dat gaan vergelijken met de massa van de zuurstofkern. Ja, dan moet ik natuurlijk eerst even alle elektronen van de massa afhalen, want de massa van tabel 25 is de massa van het hele atoom. Ik moet er 8 elektronen afhalen. Als ik dat netjes doe, dan kom ik uit op een massa van 15,99052 U. En nu zien we iets geks. Als je goed kijkt, dan zie je namelijk dat die kern lichter is dan alle losse deeltjes bij elkaar. Het verschil is 0,13701 atomaire massa-eenheden. Maar het is best lastig om aan jezelf uit te leggen waarom dat is. Waarom is die kern met alle protonen en neutronen op één hoop nu lichter dan de losse deeltjes? Nou, daar gaan we eens eventjes op inzoomen. En dat gaan we doen aan de hand van een, uh, een schetje van de kern. Het lijkt helemaal niet op een echte atoomkern, waarschijnlijk. Maar het gaat gewoon eventjes uh, om het beeld. En stel nu uh, dat ik uh, een van de protonen hier uit die kern wil gaan halen. Nou, die deeltjes die voelen uh, een sterke kracht, wat uh, de deeltjes aan elkaar bindt in die kern. En als ik één deeltje daaruit wil halen, dan houdt dat eigenlijk in dat ik daarvoor arbeid moet verrichten. De arbeid die ik verricht is gelijk aan het verschil in een energievorm. En dan is natuurlijk de vraag. Over welke energievorm gaan we het hier hebben? Welke energievorm neemt nu toe als ik arbeid ga verrichten? En die energievorm die heeft een naam: die energievorm heet de bindingsenergie. Dus op het moment dat ik een proton of een neutron los ga halen van de kern, moet ik daarvoor energie uitoefenen en zal dat losse proton of neutron meer energie met zich meebrengen uh, dan wanneer die in de kern zit. Je kunt het jezelf natuurlijk ook best makkelijk uitleggen. Want als ik uh, het proton los zou laten, zou het best kunnen dat hij weer terugvalt naar de kern. Dan gaat hij natuurlijk versnellen, want er werkt de kracht op hem. Dus hij krijgt steeds meer kinetische energie. Ja, dan kun je natuurlijk ook afvragen: waar komt die energie dan vandaan? Nou, dan neemt zijn bindingsenergie blijkbaar dus weer af op het moment dat hij terugvalt in de kern. Nou, dit is een heel belangrijk begrip. Een proton of een neutron heeft dus als hij los is. Meer binnenste energie dan wanneer die in de atoomkern zit. Die kennis nemen we eens mee naar eh, het plaatje wat we net hadden. Dit was onze vergelijking. Als al die losse protonen en neutronen meer energie hebben in de situatie dat ze los zijn dan wanneer ze in die atoomkern zitten, ja, dan volgt dus uit die massa-energie-vergelijking eh, dat meer energie ook betekent dat ze meer massa hebben. Dus heb ik rechts van het pijltje opgeteld net iets meer massa dan links van het pijltje. En heel simpelweg, kun je dat dus aan jezelf uitleggen: als ik al die protonen en neutronen los wil halen van elkaar uh, uit een, een zuurstof-16-kern, dan moet ik daar arbeid voor verrichten. En die arbeid, ja, die, dat verschil, dat komt er dus bij de bindingsenergie bij. Ik heb dus eigenlijk altijd een massadefect wanneer ik losse protonen en neutronen vergelijk met wanneer ze in een kern zitten. En eh, dat massadefect zegt iets over de bindingsenergie. Ik kan het hier uitrekenen. En dan kom ik erachter dat ik in totaal 127,62 mega elektronvolt arbeid zou moeten verrichten om al die deeltjes los te krijgen. Want dat is namelijk het massaverschil tussen links en rechts van de pijl. Nu is het... Eh, Heel interessant om dadelijk te gaan vergelijken hoe de situatie nu is bij verschillende atoomsoorten, bij verschillende elementen. En uh, daarom is het ook erg handig om die bindingsenergie uit te drukken per kerndeeltje. Nu heb ik hier 16 kerndeeltjes, 8 protonen, 8 neutronen. Dus ik kan uitrekenen voor zuurstof 16 hoeveel uh, bindingsenergie één kerndeeltje heeft. En dat is uh, 7,98 net iets minder dan 8 mega elektron volt en dat is een belangrijk gegeven dat uh, daar kunnen we dadelijk heel veel interessante dingen uithalen want wat ik nou natuurlijk zou kunnen doen is per element gaan uitrekenen hoe zit het nou met het verschil in massa van een uh, atoom vergeleken met de losse deeltjes van het atoom en ik kan dus ook per element uitrekenen hoe groot de bindingsenergie is per kerndeeltje als ik dat doe en ik zet dat uit in de grafiek dan krijg ik de volgende grafiek en dit is best wel een, een bekende grafiek. En het is ook best wel een grafiek uh, waaruit je heel veel informatie kunt halen. Um, en je ziet dan meteen um, dat het geen mooie rechte lijn is. Uh, hij loopt uh, van nul op naar een bepaald maximum. En daarna loopt hij rustig weer af. Nou, we gaan eens kijken wat het nou allemaal betekent. Maar ik wil eerst nog even uh, inzoomen op ons zuurstof 16-atoom. We hebben net die berekening gemaakt. En ik kan mooi zien dat... Uh, mijn berekening blijkbaar toch best wel oké okay is geweest, want uh, ook in deze grafiek staat zuurstof 16 uh, bij een waarde iets onder de 8. Dat wil dus zeggen de bindingsenergie per kerndeeltje is net iets minder dan 8 mega elektronvolt. Eén element is op zich wel grappig. Daar hoef ik namelijk geen moeite voor te doen om uh, de kern uit elkaar te halen in zijn losse deeltjes. Dat is namelijk uh, het waterstofatoom, want er zit natuurlijk maar één deeltje in een normaal waterstofatoom. Daarbij uh, hoef ik dus per definitie 0 1, uh, joule energie aan arbeid erin te stoppen om het uh, los te halen. Dus waterstof 1 staat mooi op het punt uh, 0 op de y-as. En natuurlijk uh, 1 op de x-as, want het bezit 1 kerndeeltje. Een tweede interessant punt is: ja, je ziet die grafieklijn, die, uh, buigt, uh, er, uh, die buigt af. Ergens zit daar een maximum blijkbaar in. En die maximum blijkt te liggen bij het isotoop ijzer-56. IJZER-56 heeft de hoogste waarde voor bindingsenergie. Ja, wat wil dat nou zeggen? Dat wil eigenlijk zeggen dat je het meeste moeite moet doen om ijzer-56 helemaal los te halen in zijn losse onderdeeltjes. Anders gezegd zou je ook kunnen zeggen ijzer-56 is uh, het meest stabiele uh, atoom wat je kunt maken. We gaan dadelijk zien wat voor consequentie dat heeft als je uh, gaat kijken naar toepassingen hiervan van bindingsenergie. Maar het is op zich wel aardig om uh, dit uh, even te benadrukken. IJzer-56 is dus de meest stabiele uh, atoomsoort die er bestaat als je kijkt naar bindingsenergie. Nou, wat kunnen we nou halen uit dit hele plaatje? Uh, nou, dat zijn eigenlijk best wel twee op zich best wel interessante dingen. Blijkbaar. Gebeurt er iets wanneer je twee lichte atoomsoorten gebruikt om één zwaardere atoomsoort te maken? Uh, wat er dan gebeurt is dat je relatief weinig energie nodig hebt om die twee lichte atoomsoorten helemaal uit elkaar te trekken. En je krijgt per kerndeeltje meer energie terug als je dan een zwaarder atoom maakt. Netto levert je dat dus energie op. Dus als je van twee kleinere uh, atoomsoorten één zwaardere atoomsoort maakt... Heb je energiewinst en als je dat doet, dan noemen we dat kernfusie. Je fuseert eigenlijk twee lichte atoomsoorten samen tot een zwaardere atoomsoort. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de zon. In de zon eh, wordt waterstof wordt bij elkaar gedrukt om daar helium-4 van te maken. Helium-4 staat best hoog in deze eh, grafiek. Die staat bij de 7, 7 mega elektrovolt per kerndeeltje. Dat levert dus heel veel energiewinst op. En daarom natuurlijk ook dat dat proces gebeurt in de zon en die energie die komt in de zon vrij in de vorm van straling en daarom dat de zon dus straalt. Nou wat kan met waterstof en helium kan ook met heel veel andere elementen zolang je maar niet voorbij ijzer 56 gaat want uh, voorbij ijzer 56 levert het je uh, niets meer op want ijzer 56 is namelijk het maximum dus dit proces gaat goed totdat je bij ijzer 56 bent. Uh, en dit speelt trouwens een hele belangrijke rol uh, als je gaat kijken naar uh, hoe sterren werken en hoe sterren ook op hun eind komen. Maar daar ga ik niet al te diep op in in deze video. Ik wil wel nog even kijken naar de andere kant van de grafiek. Wat nu als je met een heel zwaar deeltje begint? Er staan er twee aangegeven, uranium-235 en uranium-238. Kun je daar ook energie uit halen? Het antwoord is ja, maar dan moet je eigenlijk precies het tegenovergestelde doen. Dan moet je een zo'n zwaar uh, atoomkern moet je opsplitsen in twee lichtere atoomkernen. Uh, want kijk maar in de grafiek. Uh, je hebt voor dat zware atoomkern net iets minder energie nodig om die uit elkaar te halen in zijn losse deeltjes. als dat er vrijkomt als je een lichtere atoomkern daaruit maakt. Dus dan moet je uh, van rechts naar links redeneren. Als je dat doet, dan ben je kernen aan het splitsen. En wanneer je kernen splitst. Komt er ook energie vrij. Ook daar geldt, dat gaat goed, totdat je bij ijzer 56 bent, want dan daarna brengt kernsplitsing brengt geen energie op, maar uh, kost je juist energie. Dus zo kun je met de term bindingsenergie ook meteen uitleggen wat er gebeurt bij kernfusie en wat er gebeurt bij kernsplitsing. Uh, nou uranium 238 staat natuurlijk niet voor niets in een kerncentrale, wordt dat gebruikt om te splitsen dan komt er energie vrij. En natuurlijk ook twee lichtere atoomsoorten.